Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond praten Roland Stekelenburg en Erwin Blom met de voorhoede van Digitaal Nederland. Jeroen de Bakker, ten eerste gefeliciteerd, want je hebt vorige week een mooie prijs gewonnen. De Accenture Innovation Awards met, ja, ik zei het net al in een andere uitzending, moet ik boodschap of boodschep zeggen? Want voor de categorie e-commerce. E-commerce. Geld verdienen. Ja. Nee, wij zeggen meestal boodschap. Maar dat is ook omdat we nog geen radiocommercials hebben gemaakt. Dus ja, daarom. Want de app, dubbel P, is van app, zeg maar. Ja. Dus wat doet boodschap? We maken eigenlijk de samenstelling van voedingsmiddelen transparant. En we helpen consumenten met het maken van bewustere keuzes. Dat is dan de marketing slogan. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, je scant de barcode van een product. Met je iPhone of je Android toestel, thuis of in de supermarkt. Ja. Je ziet eigenlijk gelijk hoe dat product scoort ten opzichte van vergelijkbare producten in dezelfde categorie. Scoort op wat voor criteria? Eigenlijk op samenstelling. Dus we zijn een koerier van informatie van de verpakking naar het scherm. En dat hebben we geprobeerd zodanig duidelijk te doen dat consumenten gewoon makkelijker kunnen kiezen en ook makkelijk kunnen zien waar de score op gebaseerd is. Dus we werken ook met kleuren. Ja, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Okay. Ik scan pindakaas. Ja, jij scant de pindakaas. Jij ziet gelijk hoe die pindakaas scoort. Bijvoorbeeld een 7,6. Op de schaal van gezondheid, op de schaal van goedkoop? In eerste instantie op de schaal van samenstelling. Dus wat zit in het product? Vervolgens zie je dus ook welke producten beter scoren, welke minder goed. En we werken daar niet alleen met cijfers, maar ik zal zo even uitleggen waar die cijfers op gebaseerd zijn, maar ook met kleurtjes. Dus als het groen is, dan is het product zit bij de 1/3 meer dan gemiddeld betere producten in die categorie. Geel is gemiddeld, rood is minder dan gemiddeld. Maar even om bij de pindakaas te blijven, meer olie of minder olie, is het dan beter of slechter? Dat hebben we eigenlijk, de algoritmes die de cijfers bepalen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met voedingsdeskundigen. Okay. En die hebben dus afwegingen gemaakt. Want dat is tegelijkertijd het unieke deel van jullie product? Ja, eigenlijk wel. Dus de database is nog uniek, omdat die er in de diepte die wij hebben eigenlijk niet was. Dus we hebben eigenlijk de 4000 producten waarmee we live zijn gegaan allemaal zelf ontrafeld. Maar het meest unieke zijn eigenlijk de algoritmes en de interface met consumenten. Om even bij die pindakaas te blijven, dat analyseer je dan, ik zeg maar wat hoor, hoeveelheid olie, suiker, vet, kleurstoffen, vette, zout, toevoegingen, zout, noem maar op. Ja. De ene is zuiverheid. Positief, zout is slecht, suiker is ook slecht, olie ook, pinda's ook. Ja. Dus die is rood. Die kan dus rood. We laten dus een we noemen dat zelf de footprint. Dus we laten nadat je hebt gezien wat de score is en je klikt erop, laten we een schermpje zien die aangeeft op basis waarvan die score is gebaseerd. Ten opzichte van andere potjes pindakaas. Ja, dus we vergelijken puur in de categorie. Dus wij zeggen niet, je moet geen pindakaas eten. Wij zeggen meer, als je pindakaas kiest, kies dan deze, want deze scoort relatief beter dan die. Want je zegt, we hebben het in samenwerking met de voedingsdeskundigen gedaan. Kijk je alleen maar naar het effect van bepaalde stoffen op je gezondheid? Of kijk je ook naar de herkomst van? Nee, in eerste instantie, we willen nog wel naar de herkomst, maar nu gaat het... Dus het heeft nog niks te maken met sustainable agriculture of weet ik veel, biologisch? Nee. Dat maakt niet uit. Het is wel zo als jij bijvoorbeeld, we nemen ook keurmerken mee. Dus als jij een biologisch keurmerk hebt, dat kan weer een hogere score betekenen. En op de site, dus op boodschap.nl, staat ook ons verantwoordingsdocument. En daar kan je ook precies zien welke criteria we meewegen bij welke producten. Wat een mooi bruggetje. Ja. De site. Nee, dit is Vimeo ben je nu. Ja, nee, maar we kunnen toch even video kijken. Ja, dat is goed. Kunnen we die even op het scherm toveren? Met geluid? Ja. Nou, dan ben je in de supermarkt. En welke moet je dan kiezen? Kies je voor de prijs? Kies je voor de kwaliteit? Kies je voor de beloftes die op de verpakking worden gemaakt? Of kies je voor het vertrouwde, dus voor hetgeen je altijd al koopt? Het is bijna onmogelijk om een goede keuze te maken. Want van één pindakaas heb je ongeveer wel 30 soorten. Van een blikje tomatenpuree heb je ongeveer wel 30 soorten. Van 30 verschillende merken in sommige supermarkten. En daarom is er nu een app ontwikkeld. En dat heet Boodschap. Het is een applicatie die je op je telefoon kan installeren. En je scant de streepjescode. En daarna weet je meteen hoe het product scoort. Welke goedkoper is en welke duurder. Alle producten zijn door diëtisten beoordeeld op voedingswaarde, samenstelling en hebben een score gekregen.
Dankzij boodschap hoef je dus nooit meer heel ingewikkeld naar al die voedingswaren te kijken en waarvan je dus eigenlijk niet zoveel begrijpt. Eén druk op de knop en je weet gewoon eigenlijk wat het gezondste het beste is om te nemen. Aan jou de keus. Hey, als je dit gebruikt, je zei van wat goedkoper en duurder is. Maar ja. Goed, stel ik ben nu in de Albert Heijn. Weet de app dan dat ik in de Albert Heijn ben en dat hij weet wat de prijzen van de lokale... Of stuur je mij eigenlijk naar in mijn geval, de FOMA zit er ook in de buurt. Ja, nee, we zijn gestart met 4000 producten. We gaan begin volgend jaar naar 10.000 producten. Dat zijn pakjes en zakjes. Hè, dus we blijven nog even weg bij vers. Want daar spelen weer andere criteria, vaak meer hoe het geproduceerd is. En als je in de Albert Heijn zit, dan krijg je de producten die ook in de Albert Heijn verkrijgbaar zijn. En wat we doen met prijzen, ze willen geen prijsvergelijker zijn, maar we geven wel duidelijk prijsniveaus aan. He, want we zijn eigenlijk begonnen met producten waar je zowel een A-merk van hebt, een huismerk als een discountlabel. En daar zie je gewoon bepaalde prijsniveaus in het schap, even los van aanbiedingen. Maar waarschijnlijk gaan we volgend jaar ook naar actuele prijzen, waardoor dan die categorisering gewoon up-to-date is. Eventjes voor de mensen die echo mensen, ik tweet even de directe link dat je hem zonder echo... Ja, want echo voor de mensen die het technisch willen weten. We spelen het hier af, dan gaat het naar Peter. Dat gaat op zich heel erg goed, maar we willen het hier ook horen. En daar komt een tijdverschil in het afspelen. Want mensen hoorden dus jouw signaaltje weer via onze microfoons. En daardoor kwam er een echo. Nou, whatever. Kijk eventjes het filmpje ook nog gewoon online. Als je last had van die echo. Ja, staat ook op boodschap.nl. Ja. Jullie hebben die prijs gewonnen vorige week. Jullie zijn al een tijdje mee bezig. Ja. En toch beginnen jullie deze week met een... crowdfunding actie. Ja. Nou, goed, wat zeggen we normaal als een bedrijf, een start-up een tijdje bezig is en na een jaar of langer een crowdfunding actie begint, dan denken we van, er was geen investeerder die geïnteresseerd. Oké, okay. Nou, dat is een goede kritische opmerking. Nou, de belangrijkste reden waarom we met crowdfunding zijn begonnen, heeft eigenlijk te maken met het feit dat we na met allerlei partijen gesproken hebben dit hele jaar, er echt wel voor gekozen hebben om echt aan de kant van die consument te staan. En hoe leuker is het als je mensen erbij kan betrekken. En sterker nog, we kregen gewoon mensen die zeiden... waarom hebben jullie geen donate button? Ik wil best wel meedoen of meehelpen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we ermee zijn begonnen. De klanten, de gebruikers, mede-eigenaar maken van producten. Ja, zeker. Ja, want ik denk dat wij twee belangrijke gebruikersgroepen hebben. De ene zijn eigenlijk gewoon de consumenten die geïnteresseerd zijn in toch wat ze eten. Iets meer dan gemiddeld. En vergis je niet, er zijn al 3,5 miljoen mensen in Nederland die daar eigenlijk dagelijks op moeten letten. En dat wordt steeds meer. En aan de andere kant zien we ook dat we best wel een groep voedingsdeskundigen en diëtistes aan ons kunnen binden. Want die geven eigenlijk ook een platform om hun kennis te etaleren. Ja. En die twee groepen willen we eigenlijk gewoon er graag bij betrekken. En ik ben ook altijd een beetje van dingen proberen. Ik denk dat crowdfunding een mooi fenomeen is. En op deze manier kunnen we ook gewoon leren. Ja, toch kun je natuurlijk niet zonder de medewerking van de fabrikanten. Want het is natuurlijk op lange termijn denk ik ondoenlijk om al die producten handmatig in te voeren en te beoordelen. Ja. Nou ja, ik... In jargon gesproken, je model lijkt mij niet schaalbaar. Nou, kijk, ik denk dat het een kwestie van tijd is. Er wordt natuurlijk al gesproken over dat eigenlijk de overheid fabrikanten zou moeten verplichten om gewoon al hun data aan te leveren. En dat een open source database wordt, waardoor partijen zoals wij daar applicaties op kunnen bouwen. Dus ik denk dat het nog een kwestie van tijd is, dat het er niet zozeer meer gaat om het hebben van de informatie, wat voor een deel nu ook voor onze waarde is. Maar dat het veel meer gaat om de algoritmes waar we het over hadden. Dus hoe werkt je scorings, hoe is de interface met de consument? En zijn wij dan idealiter natuurlijk in staat geweest om met een grote groep mensen gewoon een relatie op te bouwen, waardoor ze ons product gebruiken en ook niet van een ander. Ja, wat was het verdienmodel van? Wat was zeg maar het verdienmodel waarmee je van begon? De start? Ja? Nou, eigenlijk onze overtuiging dat... Dat is geen verdienmodel. Nee. Een overtuiging. Nee, dat ga ik... Het mooie natuurlijk aan mobiel is dat mensen daar toch redelijk laagdrempelig voor content betalen. Dus als je in principe waardevolle content levert, dan zouden consumenten daar bereid voor moeten zijn te betalen. De reden waarom we dat continu uitstellen, heeft gewoon te maken met... Want de app is gratis. De app is gratis, ja. Weer andere mensen die meer vanuit de mediawereld komen roepen van hou hem zo lang mogelijk gratis. Betrek zoveel mogelijk mensen erbij. En kijk, er gaat 40 miljard in voeding om in Nederland elk jaar.
Als wij de bellen.com of de kieskeurig kunnen worden van voeding, ja, dan hoef je ook niet zo heel veel mensen uit te leggen dat daar wel dan waarschijnlijk geld is te verdienen. Oké, maar dat is dus uiteindelijk het model dat jij zegt van nou, wat de booking.com is voor hotels, dat wil jij zijn voor eten. Ja, eigenlijk wel, ja. En dan, ja, klopt. Ja. Hoe ingewikkeld is het? Want als je de parallel doortrekt, booking.com, op het moment dat een hotel denkt van nou, ik sta er niet zo lekker op, die foto's die zijn niet goed. Ja. Dan verander je dat of jij trekt, booking.com trekt die feeds uit die website. Ja. In het voorbeeld van het potje café pindakaas, als zij de samenstelling veranderen, dat krijg jij niet automatisch door. Jawel, want als de samenstelling van een product verandert, dan moet er een nieuw EAN-code komen, oftewel de code waar de barcode op gebaseerd is. En dat is dus niet zo heel moeilijk te traceren. Dus dat is de makkelijkste manier om gewoon die informatie up-to-date te hebben. Ja, maar je moet dat wel handmatig uiteindelijk weer verwerken in de achterkant van de applicatie. Nee, maar we hebben een enorme stap gemaakt, als je het over schaalbaarheid hebt. We werken nu samen met een internationale databasepartij die eigenlijk op basis van wat wij geleerd hebben met hoe je die producten moet ontleden of ontrafelen, dat nu voor ons doet. En dat gaat al op een hele efficiënte manier, in ieder geval een stuk efficiënter dan toen wij zelf die 4000 producten gekocht hebben en bestudeerd. Ja. Oké, maar dan even terug naar het verdienmodel. Ja. Daarna wil ik eventjes, want iemand vraagt namelijk hoe de palm scoort, hoe het bier scoort in... Bier zit er niet in, dus daar kan ik hem heel kort antwoorden. Dan is het wel gezond. Dan is het wel gezond. Ja, Nico Schoonenvoet bedankt. Het gezond bier was Ja, maar toch even terug naar het verdienmodel. Je zegt van ja, we hebben besloten om gratis te houden. Vooral al die adviezen van die mensen uit de media. Waarmee je eigenlijk zegt, ik weet het niet of dat nou wel zo verstandig is geweest. Nou ja, daar hink ik zelf al twee gedachten. Wij zijn natuurlijk toch altijd heel nieuwsgierig van hoe loopt zo'n initiatief dan? Hoeveel geld is er toe ingegaan? Ja. En wanneer denk je boven water te komen? Nou ja, kijk, we hebben afgelopen jaar een aantal dingen gedaan. We moesten zorgen dat die database fors groeide. Heel tijdsintensief. Maar dat hebben we dus nu eigenlijk op een kostefficiënte manier geregeld. Dus dat is eigenlijk geen probleem. En voor de rest zijn we eigenlijk heel het jaar bezig geweest met retentie en conversie. Dus hoe kunnen we mensen langer vasthouden? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen krijgen naar idealiter dan toch betaalde diensten on top of de gratis basisdienst? En daar zijn we eigenlijk allerlei assumpties die we hadden gaan valideren met kleine onderzoekjes. De Lean Startup ben je mee bezig? Ja, we werken volledig via de Lean Startup methode. Dus wat superleuk is. En we hebben nu wel al het gevoel dat we weten in welke hoek we de verdienmodellen kunnen vinden. En mijn doel is ook wel... Maar licht is een tipje van de sluier op? Nou, bijvoorbeeld filters. Er zijn heel veel mensen die willen graag een één-nummer filter. En die zijn best bereid om daarvoor te betalen. Dus dan kan je waarschijnlijk de althans niet waarschijnlijk... Even voor wie niet weet wat een E-filter is en al helemaal niet wat een E-filter... Wat een één-nummer filter is. Nou, er zijn natuurlijk veel mensen toch geïnteresseerd welke E-nummers in producten zitten. Dat zijn kleurstoffen of dat zijn allerlei stoffen die toe worden gevoegd hoor, om het product lekkerder te maken of houdbaarder of noem maar op. Wij zijn zelf in boodschap redelijk kritisch naar producten die niet heel erg zuiver zijn. Dus bijvoorbeeld tomatensoepen waar 8% tomaten zit, die scoren heel slecht. Bijvoorbeeld café pindakaas scoort heel goed, want het is gewoon best nog een puur product. Beter dan bijvoorbeeld de pindakaas van een aantal huismerken. Dus wij zitten wel behoorlijk op dat puur. En er zijn gewoon mensen die willen gewoon weten, ja, welke E-nummers zitten dan precies in en wat voor soort E-nummers zijn dat. En er zijn al in Nederland meer dan 100.000 boekjes verkocht met betrekking tot toelichting van E-nummers. Okay. Ja, als wij die informatie natuurlijk veel toegankelijker kunnen maken, je kan makkelijker vergelijken en je krijgt in feite scoren straks ook gebaseerd op jouw persoonlijke voorkeuren. Ja, dan kan je je best wel voorstellen dat mensen bereid zijn ervoor te betalen. Ja, wat mij bijvoorbeeld, waar ik ook aan moest denken, initiatiefjes die dan niet tot wasdom komen. Mensen die bijvoorbeeld glutenallergie hebben. Ja, ja. Jij weet precies waar gluten in zit en waar niet. Nou, we zijn met maar gluten het viel mij op bezig, dat je nog geen betaalde dienst hebt. Nee. Dat je zegt van nou de allergie-app. Nou, die komt er ook aan. Die komt er ook aan. Ja, okay. Nou, er zijn natuurlijk, wij praten dan een beetje over mensen voor wie voedingsinformatie nice to know is. En mensen voor wie het niet to know is. Nou, dat natuurlijk en daar betaal je voor. Daar zit de pijn. Dus daar zijn mensen... En hoeveel geld heb je er dan in afgezonken tot nu toe? Er zit een paar ton euro in. Pardon. Investeerder? Nee.
Wij zelf. Ja. Wie zijn wij? Ik doe dit initiatief vanuit Lab 1111, mijn bedrijf, samen met Martijn Sengers. Die is eigenlijk creatief strategisch verantwoordelijk. En Remco Postuma, die is technologisch verantwoordelijk. En wij zijn dit bedrijf begonnen en we hebben daar geld in zitten. En we worden een heel klein beetje gesupport door Open Industries. Dat is een clubje die heeft een mini-belangetje in... Dat is een heel klein belangetje, een mini-belangetje. Ja, een klein belang in het lab. En dat is daar onder andere zitten oude mensen van Lost Boys en van Impact achter. Ik had heel goed voorbereid. Ik had hier allemaal vragen staan. En toen was ineens mijn batterij weg. Die vraag had ik ook. Aan de ene kant, je bent volgens mij... Je bedrijf is mede verantwoordelijk voor... Teamlink, ja. Iets van een KVB jong voetballers is. Jonge Leeuwen voor IG. Jonge Leeuwen. Dus je zou kunnen zeggen, je bedrijf is eigenlijk gewend om mooie producten voor anderen te maken. Ja. En nu ben je zelf een product begonnen. Dat klopt. Wat heb je daarvan geleerd? Als je dat vergelijkt met die andere dingen. Behalve die paar ton die er nu in afgezonken zijn. Zoals mijn collega, vissende collega zegt. Ja. Nou, we hebben denk ik aan de ene kant niet zo heel veel geleerd. Omdat we al een hoop hadden geleerd. Ja. Hè? Dus dat is de plus. Waar de grootste denk ik veranderingen nu in zitten. Zit denk ik vooral in de manier van werken. Hè, dus we waren heel erg gewend om projectmatig te werken. Hè, van een briefing en een stuk strategie en een concept. En eigenlijk een heel de bekende waterval. En daarom zijn we dit jaar volledig eigenlijk overgeschakeld op een lean manier van werken. Ja? Dat is denk ik een belangrijk ding. Niet weet. Ja. Lean is eigenlijk met een klein... wat ze een minimal viable product noemen, zeg maar. Ja. Een soort proof of concept beginnen. Ja. Zo snel mogelijk lanceren. Ja. Dan heel goed kijken, wat doen mensen daarmee? Ja. En daarop doorontwikkelen. Ja. Ja, en eigenlijk ook veel meer met een soort continue productontwikkeling bezig zijn... in plaats van met hele grote releases. Dus dat gaan we volgend jaar hopelijk ook laten zien... dat we veel sneller kunnen reageren dan het afgelopen jaar. Dus ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste learning is. En de reden waarom we, zal maar zeggen, een product zelf zijn gaan doen... in tegenstelling tot dat eigenlijk altijd voor grote opdrachtgevers doen... heeft gewoon te maken met het feit dat we willen graag de regie houden... maar ook het intellectueel eigendom. Kijk, we hebben in het verleden best dingen bedacht die dat waren eigenlijk formats. Hè, want je had het teamlink ook in Duitsland kunnen doen en in Engeland. Want uiteindelijk, het was gewoon een dienst en, die je aan meerdere biermerken had kunnen verkopen. De Voice of Holland, zeg maar. Het was de Voice of Holland, alleen we hadden het idee, hebben we gewoon aan Heineken gegeven. En die hadden geen ambitie om daarmee naar het buitenland te gaan. Hè, dus eigenlijk, als je kijkt naar wat ons langetermijn doel is, ook van Lab 1111, is om een soort digitaal formatbedrijf te worden. Waarbij we dus geloven dat je in het digitale landschap, waar we in zitten, gewoon grote interessegebieden van de consument moet ownen. Omdat dat nog de plekken zijn waar je nog misschien tegen relatief overzichtelijke kosten grote groepen mensen aan je kan binden. Die interessant zijn voor adverteerders. Of die het zo waardevol vinden dat ze bereid zijn ervoor te betalen. Ja, maar goed. Dus aan de ene kant zeg je, heel logisch. We hadden leuke dingen bedacht. Daar hadden we veel meer mee gekund als het van onszelf was geweest. Ja. Dus nu gaan we iets doen wat van onszelf is. Ja. Maar het grote verschil is natuurlijk bij die andere. Als je de klus binnen hebt, heb je het geld binnen. Ja. En nu is het een veel risico voor ondernemen. Klopt. Dus er moeten ook grote verschillen zijn. Ja. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk risicovoller, maar... Vind je het leuker? Ja, absoluut. Nou ja, dat is ook niet waar. Ja, ik vind het wel leuk dat je een eigen product hebt. Dat is natuurlijk te gek. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik... we zijn nu ook met een groot internationaal project nog van adverteerder bezig. Dat ik dat net zo gaaf vind. Want daar zijn we ook gewoon iets aan neerzetten. Het nadeel daarvan is dat in ieder geval... dat je op een gegeven moment verliezen we daar toch de regie. Ja, even een paar vragen van Twitter. Eerst van Jury van Geest. Wanneer komt er een open API voor boodschap? Van de database? Ik weet niet wat hij bedoelt. ligt er een beetje aan. Dan geef ook maar door wat er binnenkomt. Ja, nee, maar die database ga je niet weggeven. Nee, natuurlijk. Volgens nog niet. Nee. Dat is je kapitaal. Nee. Ja. Ja. Okay, maar we zien het niet als lange termijn doel. De database. Want je zei net al, je hoopt dat het algemeen beschikbare informatie wordt. Ja, en het is ook zo dat ook de wetgeving verandert. De fabrikanten worden al verplicht om volgend jaar op point of sale meer informatie te geven over hun producten. Ja. Dus het gaat al de goede kant uit, denk ik. Oké, en dan Paulus Veldman, die zegt, ben je niet bang dat de telefoon, het apparaat, een te grote drempel is voor regelmatig gebruik, zoals bij Layer?
Nee, want we zijn wel op de telefoon begonnen omdat hier zit een scanner in. Wat het makkelijk maakt om gelijk een koppeling te maken tussen het product en de informatie. Ja. Maar we zijn natuurlijk aan het kijken van ja, we kunnen ook webapps maken. We kunnen inderdaad API's hebben. We kunnen koppeling hebben met social. Dus uiteindelijk gaat het ons gewoon om het ownen van het domein. En toevallig zijn we gewoon mobile first begonnen. Maar het is niet dat we met alleen maar mobiel getrouwd zijn. Ik zou hem wel white label in Albert willen hebben. Ja, ja, gewoon in de winkels waar je bestelt. Ja. Zeg van nou, ik heb dit nodig. Oké, dan krijg je gelijk een lijstje met scores. Ja, nou ja, je ziet natuurlijk nu een enorme ontwikkeling in retail. Hè. Steeds meer partijen gaan direct naar de consument. Je kan je natuurlijk ook voorstellen dat je gewoon met boodschap je lijstje samenstelt. En dat je vervolgens kiest via wie je het geleverd wil hebben. En dat gewoon de kennis die we van de consument hebben over die producten heen wordt gelegd. En je uiteindelijk gewoon vanzelf de producten krijgt. Ja, precies. Sociale laag zitten jullie ook wel echt naar te kijken. Zeker, ja, absoluut. Ja. En dan gaat het dus over subjectieve dingen als smaak. Ja. Ik wou het zeggen, want die is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, wil ik gewoon, wat is de lekkerste pindakaas? Ja. En daarna weer kijken in combinatie met. Naar smaak gaan toch zijn er tegenwoordig wel veel mensen, Erwin, die willen ook iets gezonds, hoor. Kan het ook samen gaan? Ja. Nou, dat is dan niet. Nee, maar wat gezegd wordt allemaal waar, maar we hebben dus nu twee tabs. Eén is eigenlijk gewoon puur samenstelling. De andere is prijs-kwaliteit-niveau. Daar kan je dus kiezen. Maar social zit er nog niet in. Nee, de derde wordt smaak. En je kan je ook voorstellen dat we natuurlijk naar duurzaam gaan. Maar het duurzaam zegt vaak weer meer over het bedrijf wat het maakt dan over het product. Ja. En het is nog heel moeilijk om dat in kaart te brengen. Is dat geen verkeerde keuze? Nee. Want als je de kranten goed leest of ik kijk naar mijn eigen omgeving, dan zijn mensen die beginnen met de filter. Ja. Is het biologisch of niet? Ja. Weet je wel? En dat is stap 1. Ja. En daarna ga je pas kijken naar, oké. Ja. Klopt. Wat is dan lekker of prijskwaliteit of noem maar op. Nee, maar je hebt gewoon verschillende voordeuren, zou ik maar zeggen. En ook de hiërarchie van belangrijkheid. Ja. Maar we moesten ergens beginnen. Hè. Eigenlijk zijn we met een beta live gegaan, waarbij dat al een enorme operatie was. Want daar moesten we wel veel producten voor hebben. Maar is dan toch het risico dat als je die lean startup methode gebruikt, dat je te vroeg lanceert? Of dat je niet goed genoeg nagedacht hebt? Ik denk dat we goed genoeg nagedacht hebben. En dat we natuurlijk ook al wel vaker hebben gedaan, waardoor we ook wel durfden om gewoon die stap te nemen. Alleen verder, wat we nu eigenlijk gaan doen, is meer opschuiven nog naar specifieke gebruikersgroepen. En daar meer onderzoek naar doen. Want uiteindelijk die filters die we ontwikkelen, die moeten eigenlijk als een jas voelen. Voor iemand die hem gewoon aandoet. En denkt, hé, nu is boodschap helemaal perfect voor mij. En daar zit denk ik nog meer onderzoek dan uiteindelijk in de database. Want dat was al veel werk. Hoe gaan we dat doen? In de algoritmes, in de interface. Dat konden we wel doen op basis van een hoop ervaring. Ik zie hier dat Nico Schoondewoert, oftewel Ed Club, stelt hier de vraag. Ik ben wel benieuwd waar die paar ton in zijn gaan zitten, waar je normaal gesproken een hashtag zou zitten. Zegt hij nu dollarteken boodschap. Hij zelf heeft zelf technische mensen in dienst. Heb je veel buiten de deur gedaan? Zijn daar veel kosten in gaan zitten? Nee, dat valt wel mee. Ja, we hebben ook mensen ingehuurd. Daar zit natuurlijk geld gewoon in de database. Hè, dus we hebben die producten gekocht. Aan moeten kopen. En er zit natuurlijk ook voor een deel geld in de tijd die we ermee bezig zijn. Ja. Dus we zouden misschien... Maar dat is dus eigenlijk als je je eigen tijd tegenover geld zet. Ja. Dus dat is niet wat je kan ingestopt hebt, maar dat is eigenlijk wat je het waard is. Ja, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Nou, cash out? Cash out is denk ik een ton of zo. Oké. Scharrelpindakaas, zegt Johan Voets. kopen mensen die zo bewust met ingrediënten omgaan niet per definitie in biologische winkels, vraagt Arjan Douwens, oftewel Rebel Arjan zich af. Ja, dat sluit een beetje aan bij wat ik net zei. Ja, tuurlijk. Er is een groep die is heel bewust. Maar wij gokken natuurlijk wel een beetje op de groep die daartussen zit. Hè. Dus die niet de tijd heeft of misschien niet het geld. Hè, want vaak zijn dat soort winkels natuurlijk ook duurder. En zeker nu met de economische teruggang en de prijzenoorlogen in de schappen. Neigen natuurlijk steeds meer mensen gewoon te kiezen gewoon puur voor prijs. En dat kan soms prima, want dan doet het product absoluut niet onder voor het A-merk. En soms kan je het beter echt maar toch maar iets meer betalen voor het bekendere merk. Omdat het gewoon daadwerkelijk beter is. En dat is eigenlijk ook waarom ik het een leuk project vind. Ik heb heel mijn leven voor grote adverteerders gewerkt en merken gebouwd. En ik ben absoluut gevoelig voor merken. Maar wel als het ook als er meerwaarde is. En niet als je eigenlijk alleen maar de reclame zit te betalen, zou ik maar zeggen. Ja, want dat is in sommige gevallen natuurlijk echt wel aan de orde. Ja, maar
toch heb ik ook het gevoel, ook als je het instructiefilmpje bekijkt, dat je tot nu toe te veel hebt gefocust op mensen die in de supermarkt met die telefoon die dingen gaan scannen. Ja, eens. Ja. Dat gaat echt never, nooit, niet iemand doen, Jeroen. Nee, de supermarkt is gewoon de worst place to be. Daar wil je zo snel mogelijk met die kar langs die rekken. Je pakt wat je kent, hup, wegwezen. Ja. Nee, dat klopt. Nou, dus ja, je zal ook in de volgende release meer in thuisgebruik zien. Wat uit onderzoek bleek al heel snel dat mensen eerder geneigd zijn om thuis gewoon hun la open te trekken. En eens te kijken wat koop ik nou eigenlijk. En hoe onderzoeken jullie dit soort dingen? Nou, door veel gesprekken te voeren met gebruikers. Ja. En jullie zitten echt nog in die fase dat je de volgende instructievideo, daar zit iemand thuis te eten. Die bekijkt de pindakaas die op zijn brood gaat smeren. Die denkt, hé, wat zit er eigenlijk in? Ja, maar het heeft want ook dat vind ik namelijk wel een moment dat je denkt van, hé, wat smeer ik maar de grap is ook, we zitten ook in de pakjes en zakjes. Hè? Dus er zijn natuurlijk twee... Dat is wel een mooie omschrijving maar er zijn natuurlijk twee manieren om boodschappen te gaan doen. Sommige mensen gaan denken, wat gaan we vanavond eten? Nou, dat begint met aardappelen, vlees, groenten, zou ik maar zeggen. Hè? Terwijl, ik loop toch veel door de supermarkt van, ik moet nog wat drank hebben dit en wat koekjes dat. Dus dat, wij zijn dat laatste. Wat we gewoon uit onderzoek weten is dat mensen ook heel veel boodschap gebruiken tijdens de lunch en tijdens het ontbijt. Want dan staan ook die producten op tafel. Bij het avondeten staat er geen product op tafel. Ja. Bij de lunch en bij het ontbijt vaak wel boter. En het blijkt gewoon uit onderzoek dat heel veel mensen ook zelf zitten te scannen. En denken van, ja shit, ik koop eigenlijk gewoon het verkeerde product. En je kan je natuurlijk voorstellen dat in de volgende release gewoon de lijstjes zitten. Waardoor je gewoon kan zeggen van, nou oké, de volgende keer moet ik dit product hebben. En dan maak je hem gewoon een favorite. En dan kan je ook op die manier gewoon je gedrag veranderen. Hey Jeroen, Johan Voets vraagt zich af. Hij zegt, je spreekt over interesse wat mensen eten. Ja. Maar hij zegt, hij is van Foodsie. Hij is zelf ook veel bezig met verwante materie. Ja. Maar je ziet eigenlijk, alleen zie je eigenlijk wat er gescand wordt. Niet wat mensen kiezen, kopen of laat staan eten. Hoe probeer je die twee, zeg maar het gedrag in die winkel, te koppelen? Ja. Of in de Lean Start te valideren met wat mensen uiteindelijk doen? Nou ja, in feite door gewoon natuurlijk goed te meten. Wij kunnen straks wel zien wat mensen scannen. En misschien daarna als favorite kiezen. Dat kan een ander product zijn. Ja. Als we natuurlijk straks nog de koppeling krijgen gewoon met verkoop. Hè, waar we het net over hadden. Dat we toch gewoon in het bestelproces komen. Door of de content te leveren enzovoort. Dan kunnen we dat natuurlijk ook kortsluiten. Ik weet ook van de gesprekken met partijen in de prijsvergelijk. Websites met betrekking tot computers enzovoort, dat die data wordt ook heel veel waarde. Krijgt heel veel waarde, want je kan gaan voorspellen. Je kan voorspelbaarheid krijgen, geven. Dus ons doel is om dat zeker te doen. Zijn jullie al benaderd door de grootgrutters die zeg maar met jullie willen samenwerken om in ieder geval een idee te hebben wat de impact van zo'n app zou kunnen gaan zijn in de toekomst? Die weten natuurlijk ook dat weet je, als je de ambitie hebt om de booking.com van de supermarkt te worden. Ja. Ik bedoel, booking.com bepaalt waar mensen heen gaan inmiddels. Ja, dat klopt. Je ziet in de vergelijksites met de tv's enzovoorts dat het 7 jaar eigenlijk heeft geduurd voordat ze direct in gesprek kwamen met leveranciers. Okay. Dan denk ik dat in onze industrie iets sneller zou gaan, want dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het volwassen worden van het medium. Mm-hmm. Maar zij spraken eerst met online retailers, toen met retailers en uiteindelijk fabrikanten. Dus bij ons gaat het denk ik ook een beetje zo. Dus we praten nu al met online retailers. Want die zijn gewoon bezig om te bedenken van wat voor soort diensten kunnen we ontwikkelen om ook meerwaarde te hebben voor de consument. Traditionele retailers zijn nog een beetje terughoudend. Ook al zijn er een aantal partijen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn, omdat ze zich misschien ook wel op die manier willen onderscheiden. En fabrikanten, er zijn sommige fabrikanten. Maar zoals zo'n Albert Heijn, weet je, die toch vooruitstrevend is met Appie en Jeroen Pietriga. Die is inmiddels weg overigens. Maar, weg van de zomer. Ja, ja. Nee, maar het is wel zijn zo dat zij volgens nog contact met jou zijn? Ja, we praten met iedereen eigenlijk. Behalve met een aantal fabrikanten die echt slecht scoren. En ons sommeren om hun product uit een database te halen. Maar er zijn ook fabrikanten. En doe je dat dan? Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee. Nou, dus, even om te checken. Het is ook heel simpel. We hebben een Q&A op de site staan die zegt van hoe kan ik mijn score beïnvloeden? Ja, door betere producten te maken. Ja, meer smaken zijn er niet. Dus er is maar één smaak. Dus, Piet Mulder woont in iPiet geheten, woont in Wales. Ja. Hij zegt een mooi concept, maar boodschap bekt niet lekker bij internationale expansie. Ja. Hij zegt shopping. Net is het nog beschikbaar. Shopping. Hoe zie jij dat voor je? Is voor jullie Nederland
een proefgebied, proof of concept, om daarna de Duitse versie, de Engelse versie, de Italiaanse versie te gaan maken? Nou ja, idealiter wel. Alleen, we kunnen natuurlijk ook nog behoorlijk schalen in gewoon dat domein van voeding. Hè. Je hebt het net natuurlijk ook nog gehad over publishing modellen. We kunnen natuurlijk ook naar magazines, naar televisie. Ik bedoel, ik zie eerder nog dat we gewoon schaal vergroten in Nederland door gewoon het domein groter te maken. Dan dat we ons naar het buitenland haasten. De kennis die we wel hebben van de algoritmes en van de interface en straks idealiter met hoe we relatie opbouwen met consumenten, ja, die zouden we natuurlijk gewoon graag exporteren, al dan niet onder een andere naam. Ja, desnoods een white label. Dat kan ook, ja. Ja. Okay. Hoeveel mensen werken eraan, boodschap? Ja, ik fulltime een man of 4-5 of zo. Ja. Ja. Hoe ga jij ervoor zorgen dat de massa boodschap ontdekt? Nou, we zitten nu op 100.000 downloads, op ongeveer 20.000 gebruikers. Dus dat gaat op zich prima. En we hebben gewoon maar 20.000 gebruikers per? Per maand, uniek. Unieke gebruikers per maand. Komen dus, die vaker per week? Ja. Of is dat één keer per maand, tel je zo mee? Ik geloof, uit mijn hoofd 40% meerdere keren per week en 25% meerdere keren per maand. Ja. Dus dat viel mij allemaal niet tegen, want eigenlijk is het is een product wat nog meer gericht is op een paar keer gebruiken en dan verander je gedrag. Dus onze uitdaging wordt natuurlijk ook van hoe zorgen we ervoor dat mensen blijven gebruiken, maar daar hebben we over nagedacht. We hebben 100 downloads nu, 150 downloads per dag. Dus kennelijk praten mensen er toch wel over en komen we eigenlijk alleen maar met aandacht van alles en nog wat. Zit daar je grootste groei, denk je? Of moet je de libellen meenemen? Ja, moet je telegraaf pakken? Nou ja, ik nou, qua publiciteit heb je niet te klaar. Nee, je hebt een pagina in de Volkskrant gehad, geloof ik. Parool. Ja, FD. Parool hebben we gehad. Ja, nee, we hebben overal staan op alle radiozenders. Ja. Op televisie zijn we geweest, één vandaag. Nee, ja. Dus we krijgen wel veel aandacht. Want ja, het is natuurlijk wel een industrie die niet zo heel erg transparant is. Vanuit de consumentenperspectief is en dat dan zeg je het aardig. Dan zeg ik het heel vriendelijk. Ja, wordt een hoop troep gemaakt, zal ik het zo formuleren. Ja. Ja, nog steeds. Ja. Ja. Dat is tegelijkertijd waarschijnlijk ook het mission statement van boodschap. Ja, gewoon het transparant maken van voedingsproducten. Ja. En ervoor zorgen dat consumenten gewoon een wel overwogen keus kunnen maken. Ik denk dat voor ons... ik ben ook gewoon vanuit de merkenbouwwereld hier terechtkomen. Uiteindelijk willen we gewoon de top 1 breinpositie. En daarin kan natuurlijk elke vorm van bekendheid helpen. En als daar media voor nodig is, dan zullen we dat doen. Ja. Alleen liefst wel wanneer ik weet hoe we dat geld dan gaan rondpompen. Precies, dus je wacht met het bouwen van je eigen merk nog even tot tot het model is uitgekristalliseerd. Wij hebben hier meer merkenbouwers gehad. Oscar Knippers moet ik ineens aan denken. Ja. Met Rockstart. Die voor Bright. Daar ben je ook bij betrokken trouwens. Hè? Ja. Zijn verhaal was hier ook. Van ik bouw merken. Ja. Wat doet iemand die merken bouwt? En in dit geval met boodschap? Klinkt nou mooi, hè? Zijn van die slogans van bouw merken. Nou ja, en er zijn heel veel definities van een merk. Hè, maar ik heb ooit nog les gehad van Giep Fransen. Dat is nog steeds wel een beetje de merkenprofessor in Nederland. En die zei dat een merk een netwerk was van associaties. Maar dat vind ik nog een beetje een abstracte. Maar ik denk dat uiteindelijk een merk is een belofte die waargemaakt moet worden. En die consumenten natuurlijk ervaren, waar consumenten steeds meer ook denk ik onderdeel van uit willen maken. En daar stuur ik op. Dus we hebben onderzoek ook ontwikkeld voor Teamlink van Amstel, hoe je met een utility de merkvoorkeur beïnvloedt. Dan zie je dat de drivers voor merkvoorkeur met utilities hele andere zijn dan met traditionele reclame. Dus ik bouw, we bouwen eigenlijk het merkboodschap door te voorzien in de behoeften. Dat is heel erg belangrijk. Ervoor te zorgen dat het goed werkt. Dat consumenten erbij zijn betrokken. Dat blijken de belangrijkste drivers te zijn voor merkvoorkeur. En dus daar sturen we op. En dat heet dan merkenbouw, denk ik. Ja. Ik pak er even een paar vragen mee. En dan ronden we af. Even kijken hoor. Sommige mensen gaan dan meteen uitrekenen wat het kost. Maar we beginnen dan eventjes met Juri van Geest. Die zegt, hoe voorkom je de wear-out? Doordat mensen de kennis zelf hebben opgedaan. Ja. Want op een gegeven moment weet je wat de producten goed zijn. Heb ik boodschap niet meer nodig. Nee. Je zei net, we hebben erover nagedacht hoe we mensen actief houden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje... Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Eén is, er komen en gaan best wel veel producten op het schap.
He, dus we kunnen natuurlijk mensen weer even laten zien hoe hun keuze zich verhoudt tot het nieuwe omveld. Dat is eigenlijk één. Ik denk ook dat prijzen, vaak als iets in de aanbieding is, dan is misschien ook een ander product een betere keuze. Omdat de prijs-kwaliteitverhouding beter is. Dus met dat soort mechanismen zullen we er wel voor zorgen. En ook gewoon lock-ins bouwen. Hè. Dus we zullen ook denk ik wel bij gaan houden als je andere keuzes maakt, dat je relatief gezonder eet en minder uitgeeft. Nou, je kan je voorstellen dat dat natuurlijk best wel een interessante currency wordt. Ja. Dus ja, toch vind ik het voor een marketeer vind ik het wel een opmerkelijke activiteit. Want ik merk aan jou, jullie doen ontzettend veel onderzoek. Je hebt waarschijnlijk alles gelezen wat bestaat over boodschappen doen. Ja. En dan weet je dat er is niets meer gebaseerd op gewoonte dan boodschappen doen. Ja, klopt. Sterker nog, mensen eten wat hun moeder at. Ja. Als je thuis vroeger Douwe Egberts koffie had, dan ben je geneigd om nog steeds Douwe Egberts koffie te drinken. Ik maak nu de groentesoep en dan misschien denk ik, oké, laat ik dat pak Douwe Egberts eens een keer checken. En misschien overtuig jij mij dan die ene keer die week dat ik dat ding gebruik om een ander merk koffie te kopen. Maar dan is het toch weer klaar. Ik denk het niet. Ik denk dat als we zien hoe de gebruikers erover praten en hoeveel mensen daar echt actief mee bezig zijn. Nogmaals, of omdat het ze interesseert of omdat het gewoon moet. Ik geloof ook, je hebt de eerste verzekeraar al gezien. Ja. Die gaat nu mensen die een gezonde lifestyle hebben minder premie laten betalen dan mensen die een niet gezonde lifestyle hebben. Dus ik denk dat wat jij zegt allemaal waar is. Alleen we zien natuurlijk vaak toch dingen zo veel sneller veranderen doordat technologie dat ook mogelijk maakt en toegankelijk en makkelijk enzovoort. Dat ik durf daar wel op te gokken dat wel tegendeel ervan te bewerken. Daar gok jij wel een paar ton op. Ja zeker. Okay. En Michiel Bergen vraagt, die zegt van, ze hebben bij boodschap, hebben jullie niet te veel ideeën? Want er kan natuurlijk van alles, dat is duidelijk. Ja. Jullie zijn met vier man als je dat kijkt. Wat kies je? Ervaar je dat zelf zo? Vind je het lastig om te kiezen? Nee, omdat ik denk dat ook dankzij dat lean werken, dus het valideren eigenlijk van ideeën, je redelijk snel wel weet of iets een goed idee is of niet. En dan weet je, dan is het niet zoals vroeger toch misschien was in bureaus waar hiërarchie was, van mijn idee is beter dan dat van jou. Ja, waarom? Ja, ik ben nou gewoon helemaal slimmer dan jij. Ja. Ik heb meer ervaring. Ja. Dat daar zijn we eigenlijk een beetje, dat punt zijn we gewoon voorbij. Dus ik merk zelf, ik heb redelijk een strong beliefs. En daar durf ik ook best wel voor te gaan. Maar af en toe moet ik gewoon ook concluderen dat het leuk was bedacht, maar dat het zo niet werkt. Als dan vervolgens wordt aangegeven wat wel kan werken, waarom zouden we dat dan niet doen? Ja, Roos van Vught komt jullie nooit online tegen, twittert ze. Online, hoe online? Nou, als ze zegt van merken bouwen, dan zou je verwachten inderdaad van, zelf is actief op tal van platforms. Ja. Ze zal niet bedoelen op jullie website niet, maar nee. Je bent niet het onderdeel van gesprek als je een merk aan het bouwen. Je bent niet actief in de blogs. Oh, dat zijn we wel allemaal. Ja? Dus dan zijn we kennelijk. Dit is ook een NS1. Dus ik neem het serieus, maar niet te serieus. Maar nee, we hebben een blog. We zitten op Facebook, we zitten op Twitter. In ieder geval in de hoek waar wij zitten, zijn we zeker onderdeel van de conversatie. Want we worden er ook regelmatig gewoon ingesleurd door allerlei partijen die belangen hebben. Maar dat er nog werk te doen is, staat als een paal boven water. Ik zeg een televisieformat. Ja, graag. Ja. best eigenlijk als je natuurlijk... Als je kijkt naar de keuringsdienst van waarde en de interesse die er toch bij omroepen en bij consumenten blijkbaar is voor gezond eten en wat erin zit. Ja. Zo'n merk moeten koppelen aan zo'n programma. Ja, we zijn eigenlijk een keuringsdienst van waarde. Alleen zij doen dat op een journalistieke manier en ze maken interessante televisie. Ja. En wij zijn eigenlijk een continue dienst. Maar je kan zoveel uit onze database putten. En dat proberen we nu ook al bijvoorbeeld op Facebook te doen. Dat we gewoon eigenlijk laten zien wat voor kennis en informatie er allemaal in de database zit. Kom je toch terug bij die vraag, waarom geen API met een verdienmodel op de API? Ja, dat sluit ik ook niet uit. Oké. Er sluit niks uit. We doen tenslotte even één vraag. In ieder geval een vraag die interessant is voor degene die de Lean Startup methode kennen en daarmee werken. Nico Schoonhoed, oftewel Ed Club, zegt: hoe is de retentie van boodschap ten opzichte van de 150 daily downloads? Kun je iets meer vertellen over jullie cijfers? Dat kan ik wel, maar
Met wat voor soort vraag? Want, ja, weet je, ja. Wat wij gewoon hier zitten te doen is... stel onze vraag en dan geef ik hem gewoon door. Nou ja, de grap is een beetje... een van de mensen die echt fulltime op boodschap bezig is... die zit alleen maar naar de cijfers te kijken. En daar doen we elke keer weer aannames... en dan gaan we dat weer verder onderzoeken. Wat we bijvoorbeeld nu al weten is dat we twee grote gebruikersgroepen hebben. De ene is meer even de foodies, noem ik ze maar. Dus die meer dan gemiddeld toch in voeding zijn geïnteresseerd. En anderen zijn toch meer geïnteresseerd in aanbiedingen. En dus eigenlijk prijs-kwaliteit-verhouding. Nou, dat is wel redelijk voorspelbaar. En daarbinnen zien we wel, wat mij bijvoorbeeld enorm is opgevallen, is dat toch man en vrouw gelijk is. Terwijl wij gingen bijvoorbeeld heel erg weg op het idee van dit moet toch een interessante app zijn voor mensen die boodschappen doen voor hun kinderen. Want waarom zijn wij daar ook mee begonnen? Ik heb zelf ook twee kinderen en ik wil ze niet 20 jaar lang troep geven. Dus ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Ik denk dat opvoeden tegenwoordig niet alleen maar normen en waarden is, maar ook je kind een beetje gezond opleveren, wat best lastig is. Dus ons idee was echt van, nou, het zal toch al meer vrouwen zijn, huisvrouwen, dat soort dingen. Maar mannen blijken ook uitermate veel daarmee bezig te zijn. Maar ik denk dat je daar toch een denkfout maakt. En vergeef me mijn cynisme, want mannen van middelbare leeftijd gebruiken smartphones en alle soorten van apps op ieder willekeurig moment. Vrouwen een stuk minder. Ja, en ik denk toch het dilemma wat jij nu omschrijft, daar heb je ook volgens mij echt de uitdaging, is als jij dat heel belangrijk vindt, gezond eten, vinden wij ook thuis, dan gaan wij naar de biologische slager, kopen we biologische groenten. Dan is dat de filter. Ja, maar dat is wel iets te veel in je eigen circuit kijken. Het is niet gebaseerd op onderzoek. We weten allemaal dat mannen altijd positief vertekenen in het gebruik van apps op smartphone. Behalve als het gaat om social media en de conversatie. Maar dan een ander ding is bijvoorbeeld dat we zien dat er raar genoeg het gebruik en gebruikers bijvoorbeeld in de groep 30-40 minder vertegenwoordigd is. Terwijl we juist dachten dat zijn jonge ouders enzovoort. Ja, dat dus, verbaast me dan wel. Dus 20 en 30 meer dan 30? 40. Nee, minder. Ja, 20-30 meer dan 30-40. Maar dat soort dingen... Weer, dat verwacht je dan weer niet. Dat verwacht je niet, nee. Ik vind zelf ook natuurlijk de afweging maken tussen wat onderzoek je allemaal en waar... Nee, daarom. Ja, dat is wel vrij fundamenteel, hè? Geloof je in eindeloze onderzoeken? Ja. Nee, wij geloven in iets meer onderzoeken dan... Nou, wij geloven in strong beliefs. Kijken of die ergens kloppen. En dan vervolgens gewoon wel weer wat durven doen. Want anders dan kom je er ook niet uit. Er is altijd iemand te vinden die iets anders vindt. Ja, dat zeker. Ja. Ik vind het in ieder geval een hele mooie app. Ja. Het is superleuk om mee bezig te zijn. En als je die prijs... zo'n prijs winnen is mooi. Dan kun je publiciteit, maar ook dat collega's of vakgenoten je waarderen. Wat was het belangrijkste? Wat was het mooiste uit zeg maar het jurywoord wat je aansprak? Nou, ze hebben eigenlijk drie dingen gezegd. Willem Seiter volgens mij ook hier te gast geweest. Ja, Willem heeft gezegd, het is natuurlijk mooi dat het iets maatschappelijks is. De jury was enthousiast in ieder geval over de serieusheid van het team. Ik was zelfs nog in staat geweest om ervan te overtuigen dat er allerlei nieuwe verdienmodellen zijn te ontwikkelen. En ook dat waarschijnlijk de toekomst van dit soort apps is niet één verdienmodel, maar juist de multiple inkomstenstromen idealiter. En daar waren ze in ieder geval over te spreken. Ja. Heb jij nog een rondje over die langs al die bedrijfjes gemaakt die daar op die vloer stonden? Heel eventjes snel. Maar echt jongen, dat was een e-cruiser. Ja. En dat was een fiets van 8000 euro, elektrische fiets. Maar die zag eruit als een shopper motor. Ja, die gaan we ook nog een keertje uitnodigen. Ja. Was geweldig. Heb niet gewonnen. Nee, maar ik was helemaal niet uitgenomen. Nee, maar Waka Waka Light heeft alle prijzen gewonnen. Ja, dat doe ik nou iets verkeerd in mijn netwerk? Ja, dat denk ik wel. Maar ze dachten misschien dat je aan het vissen was in Zweden. Ja, dat zou ook best kunnen. Ah, dat wisten ze. Nou, het is wel wat jij zei net volgens mij ook nog van, hè, dat jullie ook bijna alle start-ups al langs hebben gekregen. Wat ik wel leuk vind van die Accenture Innovation Awards, is in ieder geval dat er wel weer een soort ecosysteempje omheen ontstaat. En dat geldt natuurlijk ook voor Oscar met zijn Rockstart, maar ook voor met de Startup Bootcamp. Dus ik denk wel dat het goed is in ieder geval dat daarin wordt geïnvesteerd. En ik geloof ook heel erg wat Accenture probeert te doen. Hè. Die proberen ook een beetje corporates bij start-ups te brengen enzovoorts. Daar geloof ik dus zelf ook heel erg in. Hè. Ik denk dat toch veel grote bedrijven veel moeite hebben met innovatie. Dan is de enige manier natuurlijk vaak om het maar gewoon te kopen. Ik denk dat ze daar wel een goede positie pakken.
Hey, super bedankt. Ja. Super, dankjewel. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het kijken. Voor wie er live bij was en voor wie on demand kijkt. Je weet het, we hebben een groot archief online staan. Zowel bij fastmovingtargets.nl als natuurlijk op YouTube. Iedere dinsdagavond zijn we er. Roland Stekelenburg en Erwin Blom met iedere dinsdagavond 2 gasten. Streamzilla zorgde voor de livestreaming. We danken jullie wel. Dag.